Loretta Schrijver heeft onthuld dat ze jaren geleden eens een boze e-mail heeft gestuurd aan Matthijs van Nieuwkerk en zijn toenmalige horrorhulpje Dielke Winia. De koffietijd diva was toen namelijk vaak leidend voorwerp in de rubriek met grappige filmpjes in De Wereld Draait Door. Ze werd daarin vaak gemonteerd als een stuntelende vrouw. Het heeft Loretta veel pijn gedaan, omdat ze zich voor schut gezet voelde. Maar volgens Mark-Marie Huibrechts, die jarenlang tafelheer was van Matthijs, moet ze de boel wel een beetje relativeren. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet over welk filmpje dat precies gaat, reageert hij in zijn podcast. Vindt Mark-Marie het dan niet vervelend dat Loretta zich voor schut gezet voelde? Volgens mij heeft iedereen heel erg sympathie voor haar en snapt ze ook wel waar dat vandaan komt. Niemand denkt dat zij dom en onnozel is volgens mij, ook niet door die filmpjes. Loretta overdrijft dit volgens hem allemaal een beetje. Ik denk altijd dat het ook goed is om daar zelf ook een beetje luchtig in te staan. Ik snap ook hoor dat het hartstikke moeilijk kan zijn en dan moet ze het vooral niet doen, maar het is allemaal nooit slecht bedoeld. De piepkomiek benadrukt dat hij verder niets tegen Loretta heeft. Ik heb haar een paar keer ontmoet, maar niet heel vaak, maar als ik haar ontmoet, vind ik haar hartstikke aardig. Overigens kijkt Mark-Marie er niet van op dat Loretta in hetzelfde interview heeft onthuld dat ze wel eens goed boos kan worden. Nou, ik ken één verhaal, begint hij. Welk verhaal? Toen was ze met Jeroen Pauw en stonden ze net voor het nieuws, maar toen was ze kwaad het parkeerterrein opgelopen. Toen moest iemand achter haar aan om haar terug te roepen, want het nieuws zou beginnen en dat moest zij presenteren toen. Dat opvliegerige vindt Mark-Marie niet echt bij Loretta passen. Nee, zegt hij resoluut. Wat vindt Juice-koningin Yvonne Koldewijer van deze kwestie? AWW eigenlijk best sneu, schrijft ze op haar Juice-kanaal. Ze kwam niet zo snugger over in die filmpjes toen inderdaad. Maar weet niet of dat alleen aan het knippen lag hoor, Lorette tranen van geluk. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo.